Bronnen die uitgeput raken, milieuvervuiling. Gewoon vlees eten speelt daar gewoon zo'n grote negatieve rol in. Dat is gewoon zo bizar heftig. Toen ik voor het eerst vegetariër werd, was zeg maar de dag dat ik stopte, was vlees eten. En ik weet nog, 2 maanden later liep ik langs een slager. En ik zag ledematen eigenlijk van een dood lichaam. Wat ooit een dier was met een werkende hersenen en een kloppend hart. Dus dat veranderde bij mij heel snel toen ik niet meer ging eten. En toen zei op een gegeven moment, zei ze, jongen die later een van mijn beste vrienden is geworden, die zei tegen mij, ja, Mark, de dieren, dat is de grootste groep onderdrukte ter wereld en niemand komt voor ze op. Dat onrecht wat we zagen, er zat natuurlijk veel verdriet bij, maar ik denk dat we op een gegeven moment dat verdriet wel om hebben gezet in woede. En die woede hebben we weer gekanaliseerd in actie. En zo ben ik eigenlijk wel in een soort, nou, eigenlijk ben ik wel op een bepaalde manier geradicaliseerd. En toen ik eigenlijk terugkwam daaruit, toen was ik ook wel een beetje klaar met dat boze, weet je, met die woede en met dat confronteren voortdurend. Dat ik toch best wel gebroken heb met die beweging. Niet zozeer ideologisch, maar wel in de praktijk. En toen ben ik gaan werken in de film, behind the scenes, achter schermen als productiecoördinator en runner en art department. Ik heb eigenlijk alles wel gedaan. Na dat een paar jaar gedaan te hebben, toen heb ik op een gegeven moment zelf de camera opgepakt. En ben ik documentairemaker geworden. Heel veel cameo-productie, dus camerajournalist. Wij hadden toen net zeewier ontdekt als de nieuwe eiwitbron van de toekomst. Natuurlijk een supermooie nieuwe invalshoek. Hè. Dus het ging eigenlijk ook van een soort ethisch vraagstuk naar... Naar meer een soort duurzaamheidsvraagstuk. Dus niet van ja, dieren eten is zielig en slecht en moreel verwerpelijk naar... We gaan heel inefficiënt om met de bronnen die er op aarde zijn. En we hebben maar zoveel bronnen, dus we moeten nu gaan een soort herevalueren... hoe we ons voedsel op ons bord krijgen. En plantaardig eten is daarin gewoon de beste keus. In onze ogen is het al lang een succes. Als we kijken wat we allemaal hebben bereikt, wat we allemaal hebben gedaan, waar we allemaal bij betrokken zijn. Dat is gewoon een grote kick geweest. Met dat we op een gegeven moment zeiden, die mijlpalen die staan soms wel heel dicht op elkaar. Ik bedoel, van de Dutch Wheatburger over Lowlands tot een mooie samenwerking met Bagels & Beans zoals we dat nu hebben. De burger wat verkocht in al die strandtenten, maar ook deelname aan allerlei evenementen waarbij we gewoon uitgenodigd worden ook om te vertellen waarom we dit doen. Dat is natuurlijk wel een uitdaging, maar natuurlijk moet er geld verdiend worden, want we hebben mensen werken en we hebben rekeningen die moeten betalen en we willen er zelf ook van eten en dan kunnen we er zelf natuurlijk gewoon mee doorgaan. Het is natuurlijk absurd om nu bijvoorbeeld als nieuwe ambitie te nemen. We moeten de Dutch Wheatburger wereldwijd gaan verkopen. Ja, ik bedoel, dan aan de ene kant hebben we een duurzaamheidsverhaal en aan de andere kant gaan we onze producten weer de hele wereld over verslepen. Terwijl, ja, is het niet veel logischer om daar ook een idee bij te hebben en om dat uit te dragen als bedrijf? Dus er is een hele grote nieuwe groep mensen die dit omarmt, die dit snapt. Het is ook gewoon een hele logische ontwikkeling, bijvoorbeeld naar evolutie. Dat is gewoon de volgende morele stap die we zetten als zichzelf doorontwikkelende soort. Waarbij we die cirkel van empathie, zoals ze dat soms mooi zeggen, waarbij die gewoon steeds groter wordt. Weet je, van jezelf, naar je eigen gezin, naar je familie. Naar de mensen om je heen die je allemaal kent. En om uiteindelijk andere soorten daarin ook mee te nemen.